Heb je in de kwaliteitskrant nog het interview met Matthijs van Nieuwkerk gelezen? Dat heb ik gelezen, ja. Lang stuk. Man, wat een lang stuk. Ongelooflijk. Ik heb het bovendien digitaal gelezen. Omdat ik merk wel dat ik veel van die berichten in de kwaliteitskrant staan veel eerder op het net. Ja, dit stond vrijdag al online en zaterdag is het in de krant verschenen. Ja, dus ik had het al gelezen, ja. Wat was je indruk daarvan? Dat hij er nog niet uit is. Waar niet uit is? Ik vond hem vooral onzeker over de hele zaak en evident ook over zichzelf. Kamer Gurka, die maakt plaatjes voor de kwaliteitskrant, had naar mijn idee een fantastische cartoon. Je ziet in de stijl van Kamer Gurka, zie je Matthijs van Nieuwkerk lopen en dan is een enorme tekstballon komt uit zijn hoofd en die hele tekstballon is grijs. Er staan geen woorden in, het is grijs. En dat leek mij een perfecte samenvatting van het interview. Ik vond dat hij toch een evident nog steeds bezig is met de verwerking. Want hij zit nu consequent in de Achterhoek, hè, waar hij eerst een boerderij had waar hij af en toe woonde. Maar nu woont hij daar vast, weg uit de drukte van de stad. Ja, dat kan ik me allemaal best begrijpen. Want daar woonde hij volgens mij weg uit de drukte van de stad al 16 jaar of zoiets. Ja. Maar nogmaals, dat was mijn impressie. En hij vertelt dan dat hij naar de dorpskroeg ging altijd, maar op een gegeven moment durft hij daar niet meer naartoe. En dan staat hij net voor de deur en dan wil hij de kling open doen en loopt hij toch weer terug, omdat hij het niet aandurft allemaal. Ja, dat kan ik me ook allemaal wel voorstellen. Ja. Dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, het is ook wel, hij wordt wel heel erg aangepakt. Hij heeft een paar driftbuien daar gehad, maar het was niet meer dan hij... Oh ja, een paar driftbuien, dat is wel een hele beperkte samenvatting van de loop der dingen al daar. Niet waar, met al die mensen met die burn-outs te hebben. Dat weet ik veel hoeveel, gewoon 1000 mensen in totaal binnen bij dat programma gewerkt over die lange periode dat het gedraaid heeft. En dat hij daar niet uit is, begrijp ik wel. Of althans, ik denk het te begrijpen. Omdat er klaarblijkelijk in zijn karakter toch een hoeveelheid agressie zit die er onder omstandigheden vrijwel ongecontroleerd uitkomt. Waar hij zich zorgen over maakt. Daar zou ik mezelf ook zorgen over maken. Maar dat doet hij nu. Had hij dat niet toe moeten doen? Ja, maar goed, dan kom je ook aan het punt dat natuurlijk ook zijn eigen omgeving hem niet gecontroleerd heeft. En dan komen wij op wat ik daarnet zo briljant samenvatte. De briljante, geniale gespreksleider met het beste televisieprogramma wat ooit gemaakt is. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa. Wat zeg ik? In de hele planeet feitelijk. En we kunnen dat rustig stellen in het hele zonnestelsel. Dat was het probleem. Hè? Hij was de grote ster van de publieke omroep. Dus niemand pakte hem aan. Dat was beter geweest om natuurlijk de hele zaak in de kiem te smoren. Door dat bij de eerste paar keren te doen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal praten achteraf. Dus dat hij ook zorgelijk over zichzelf is gestemd, en dit is mijn interpretatie van de zaak, daar kan ik mij wel voorstellen. Dus je vindt niet dat hij te veel door het stof gaat voor iets wat opgeblazen is? Nee, stel voor dat ik elke keer als wij dit gesprek in het autootje houden, dat ik zo woedend werd dat ik tegen de voorstoelen ging trappen en dat ik jou met die sushi ging bekogelen. Dat zei hij, oh sorry, ik mag geen merken noemen. Het is gewoon water, dames en heren. Nee, dat begrijp ik wel. Ja, goed, en dan begint natuurlijk die hele discussie. Moet hij terug of mag hij niet terug of mag hij wel terug? Ik sta daar totaal neutraal tegenover. Ik heb daar geen specifiek oordeel over. Hij is degene die uiteindelijk moet besluiten of hij zich daarbij op zijn gemak voelt, ja of nee. Hoe schadelijk vind je dat dit nou voor hem is, wat er gebeurd is? Ik vind het niet schadelijk. Sterker nog, dat is wat ik uit het hele gesprek destilleerde, dat hij nog heel onzeker over die hele zaak is. Dus echt schadelijk kan dat toch niet wezen. Maar ik bedoel voor zijn imago. Hij maakt eigenlijk voor een geniaal gespreksleider maakte hij eigenlijk een hele kwetsbare en normale indruk. Maar dat past hem natuurlijk in deze situatie ook wel. Is hij natuurlijk heel arrogant. Ja, maar ik had wel de indruk dat het authentiek, het kwam wel authentiek over. Ja. Maar hij is niet zo erg beschadigd dat je denkt hij kan niet meer terug. Ik heb geen idee. Wat ik al zeg, dat is eigenlijk voornamelijk aan hemzelf.
Ja, en dan de, of die zich daar happy bij voelt. Jan Slachter heeft al gezegd, wat mij betreft kan die prima terug. Misschien bij Omroep Max, misschien bij een andere omroep. Ja, maar bij Slachter die heeft altijd een heel ruim toelatingsbeleid, om het maar even zo te zeggen. Daar zal de een anders over denken dan de ander. Ik sta daar volledig... Ik denk dat het belangrijkste criterium is of die zelf terug wil. En dan zijn er natuurlijk allerlei modaliteiten. Hij kan terug en dat er dan 16 zo'n fanfarekorpsen gehuurd worden en een rode loper. En dat hij dan naar de hoofdingang van het mediapark passeert en zo. Dat is mogelijkheid 1. En hij kan ook in een adviserende rol. Je kunt op de achtergrond iets doen. Je kunt dus starten met weet ik veel adviesfuncties. Leuke ideetjes. Vrijwel iedereen die ooit bij de televisie iets heeft gedaan heeft leuke ideetjes. Mits gepresenteerd vanzelfsprekend door Frans Bauer. Dus er zijn, dat kan alle kanten op. Maar ik denk dat het meer in hem zit dan in of Slachter hem terug wil of dat andere tv-bazen hem terug willen. Hij moet zelf weer het zelfvertrouwen hebben om terug te komen. Ja, dat denk ik. Ja. En dat te willen doen. En dat is hij nu nog niet en uit. En dat is aan hem. Ja. Dat lijkt me. En er waren natuurlijk ook stemmen die zeiden, ja, laat hij nou niet de fout maken dat hij naar de commerciële gaat. Laat hij naar de publieke omroep gaan. Ik denk dat hij zelf intelligent genoeg is om dat ook wel te begrijpen en te doen. Maar ik zou hem zeer willen afraden om naar de commerciële te gaan. Die geluiden hoor je natuurlijk omdat Frans Klein bij SBS zit. Dat is toch afbraak van alles. Niet waar, wat neigt naar subtiliteit, naar enige vorm van nuance, naar enige vorm van humaniteit. Kijk naar Jack Spijkerman, die heeft het aan de lijf ondervonden. Nou, niet alleen Jack Spijkerman, maar wat dat dagje van Jinek. Ook weer terug. Hoe lang heeft ze daar gezeten? 2 jaar? Ja, maar die is niet qua imago helemaal ingestort. Die kan nu prima weer terug. Nou, ik moet je zeggen. Ja, zij deed me toch denken aan sommige van die Romeinse gebouwen die in Italië licht verwaarloosd worden, waardoor er dan een klein struikje in de dakgoot groeit. Ja, ik denk wel dat ze licht beschadigd is. In mijn ogen. Mij ook toen zij dat, toen dit allemaal aangekondigd werd. Ook omdat zij de meest geniale talkshowleider van enzovoort was. Dacht ik, ik vind dat niet verstandig. Maar ze heeft bij... Ik vind dat die RTL, daar ga je aan ten onder als je serieuze ambities hebt. Inhoudelijk bedoel ik. Ja. Maar RTL leidt altijd tot vage kletskoek en zangeresjes enzovoort. Dat neemt niet weg dat ik het laatst heel leuk vond om bij Umberto te zitten. Maar goed, dan mag je zeggen wat je wil zeggen. Ja, je bent dat te gast natuurlijk. Je staat dan niet op de loonlijst. Mm. Dat is natuurlijk een verschil. Maar Jinek heeft dan niet hele slechte cijfers gescoord. Ze heeft niet constant de pannen van de dak gescoord. Er waren dramatische avonden bij, hoor. Ik kan je verzekeren dat qua kijkcijfers of qua inhoud? Of beide? Ik denk beide. Oké. Maar goed, zij kan nu terug en ze zeggen nu dat zij dat 7 uur tijdslot bij NPO 1 gaat doen. Het oude De Wereld Draait Door tijdslot. En daarmee ja, moet ze weer... Ja, dat zou ik ook niet doen als ik haar was. Maar goed, dat is ook niet aan mij om daarover iets verstandigs te zeggen. Ieder moet dat voor zichzelf zien uit te vogelen wat voor soort programma's die het liefste doet. Maar Jack Spijkerman, die ging natuurlijk toen naar, wat was dat, Talpa 10? Ja, was ook allemaal geniaal. Maar die is helemaal ingestort. No time off. Die is hier helemaal nooit meer terug. Nee. En toen heeft hij ook zijn contract verbroken en zo, dat je ook denkt, voor die luizige centen, sorry. Ja. Dit zijn allemaal mensen die echt gegarandeerd bovenmodaal verdienen als je laat omkopen om met 2 ton per jaar, waar je sowieso 50% belasting over betaalt dan, of zoveel ton per jaar, ik vind dat vrij treurig. Maar Kopspijkers was een grote hit bij de VARA. Enorm. Dat deed ontzettend goed. Ja, ze meteen ingestort aan de andere kant. Ja. Ook omdat ik denk, maar daar zou eens een keer solide onderzoekingen over moeten worden gedaan. Dat er een iets ander kijkpubliek is. Bij de commerciële? Ja. Wat is het verschil dan? Dat bij de publieke omroep toch iets meer... Ja, dus ze hebben toch die bekende 4 categorieën van mensen die nergens in geïnteresseerd zijn en gewoon het beeld aanzetten, bij wijze van spreken. En dan heb je ook de bezorgde, moreel bewogen kijkers. Kijk ook naar de bijvoorbeeld wie er naar het slimste mens kijkt. Dat zijn vooral 50-plussers. Dat is een hele grote groep. En meer vrouwen dan mannen. Dus ik zie altijd die 50-plus vrouwen voor mij in het ganse land. Want het is natuurlijk ook zo klaar als een kleurtje dat een 23-jarige
vrouw of man in Amsterdam, die kijkt helemaal niet naar de slimste mensen. Ook over die kijkt helemaal geen tv. Het zijn in feite de mensen die die enorme kijkcijfers veroorzaken. Dat zijn relatief traditionele televisiekijkers, is mijn indruk. Ja. Die na het journaal nog eens even kijken wat er dan op die avond aangeboden wordt. Maar je noemde vier groepen net, toch, die je hebt? Ja, die twee anderen ben ik even vergeten. Okay. Bij deze. Die zitten er dus een beetje tussenin. Ja. Oké, okay, maar je hebt dus mensen die interesseert helemaal niks, die zetten gewoon de tv aan. Ja. Je hebt mensen die zijn echt met de maatschappij begaan. Ja, en die zullen ook, die 50-plus dames die ik je net noemde, er zullen er enkele zijn die ook op grijp verliefd worden, maar dat is al een heel bedenkelijke zaak natuurlijk. Maar dat zijn mensen die niet gelukkig zijn met VI. En die zijn er. Hmm. Nee, ik spreek ook wel eens dertigers en die zeggen, ja, ik kijk alleen maar naar de publieke omroep, want dan gaat het inderdaad over wat mij in mijn dagelijks leven gaat. Ja, zelfs ten aanzien van de inhoudelijkheid kan je natuurlijk ook zelfs bij de publieke omroep wel eens je vraagtekens zetten natuurlijk. Ja. En ja, natuurlijk een hoop van die commerciële boel, dat is toch, ja, sorry, pardonele mogen we rotzooi. Ja, maar ik denk niet dat naar de commerciële alleen maar domme oren kijken. Nee, zeker niet, omdat natuurlijk heel veel mensen televisie kijken om, zoals dat zo treffend heet, het verstand op nul te zetten. En ik moet zeggen, bij de RTL of bij de commerciële slagen ze er vaak in om ook de inhoud op nul te zetten. Dus dat correspondeert dan op een hele prettige manier. Even lekker afschakelen. Ja, je hebt ook zo'n kreet het hoofd leegmaken. Waarbij je natuurlijk, ja, nogal makkelijk scoort door te zeggen dat bij de meeste mensen dat project al lang volledig geslaagd is. Maar goed, ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon, inderdaad, alles op nul zetten. En dan, ja, en dan nog even willen relaxen bij die flauwekul. Ja. Van die datingprogramma's. B&B, ja, ja. Met Paul en Debbie. Maar de reden dat van Nieuwkerk in het nieuws was, dat hij misschien naar de commerciële gaat, heeft ermee te maken dat Frans Klein, natuurlijk de baas van... Ja, hem, dat begreep ik ook. Die zit nu bij SBS, ja, de baas. Ja, ik zou zeggen, ook dit is volledig aan van Nieuwkerk zelf. Ik ben wel de laatste om die man advies te willen geven. Maar goed, inderdaad, het lijkt mij stom. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er bij de NPO nog een onderzoek loopt. Volgens mij is dat vanuit de wereld... Ja, je zou ook kunnen zeggen, dat zeiden ook diverse commentatoren, wacht nou eens even tot dat hele onderzoek klaar is. En dan kun je nog een soort algemene maatschappelijke discussie voeren. Wat is daar nou eigenlijk misgegaan en hoe zou dat moeten veranderen? Zo iemand als Tom Egbers is natuurlijk in deze zaken, in dit struikgewas, verward geraakt. ja, ik zou ook zeggen, doe voorzichtige stappen. Ja. Nou, misschien is het wel netjes dat je wacht, want dat is de kritiek op Frans Klein, dat de onderzoeksresultaten er zijn en dat je dan bekend gaat maken wat je gaat doen. Ja, dat lijkt mij verstandig. En dan zijn er dus, wat ik al zei, allerlei modaliteiten. Je hoeft niet meteen op een topuur, een topshow, sowieso dit type van retoriek over Nederlandse televisieprogramma's. Denk altijd, kalm aan maar jongens. Hè? Het is een uithoek, ja, waar wij in wonen. Nou, hoorde ik hoorde dat de slimste ook niet zo veilig is. In welke zin? Nou, dat daar mensen allemaal van de tribunes afvallen. Ja, dat is een heel interessant verhaal. Ik heb beloofd dat ik daar niets over zou zeggen. Daar mag je niets over zeggen. Maar ik wil er wel één ding over zeggen. Het was onze schuld helemaal niet. Het was ook niet de schuld van de opnamelijster. Het was onze schuld niet. Verder treed ik niet in detail. Ik heb beloofd dat niet te doen. Nee. Maar om dit te vergelijken met dit type van drama's, dat zou wel heel onrechtvaardig zijn. Die toon werd al wel meteen aangeslagen. Dat we daar expres met z'n allen een bejaard echtpaar omhoog gejaagd hadden, terwijl we wisten dat er een immense afgrond, niet waar, achter de tribunes was, waarin die mevrouw praktisch bijna om het leven is gekomen. Nee. Maar ja, ik heb eerder mijn kritiek. De mediapers, dat is wel een droevig zooitje. Al met al. Jongen.